zeven goddelijke gedachten die jij mag planten in je leven. Als je die plant in je leven, gaan ze het onkruid verdringen. Onkruid kan zaakjes verdringen, maar als je het andersom doet, werkt het ook. Dat is het geheim van goed tuinieren. Zorg dat elke centimeter van je tuin bedekt is met wat je erin wilt, dan krijgt onkruid geen kans. En dat geldt ook voor je hoofd. Als jij elke centimeter van je hoofd reserveert voor gedachten van God, krijgt onkruid geen kans. Dit is gedachte nummer 4. Ik sta in dienst van de koning. In 1 Petrus 2, vers 5, lezen we het volgende. Laat jezelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen aan God. Dankzij Jezus Christus die hem welgevallig zijn. Jij staat in dienst van de grote koning. Niet zomaar van iemand. Je hebt een koninklijke missie ontvangen. Je hebt namelijk contact met de grote koning. Hoe bizar is dat? Het is net als Gabriel zei tegen Zacharias. Hey Zacharias, ik ben hier iets aan het zeggen, niet namens mezelf. Ik kom net van God. Ik sta naast God, ik ken God. En dit is wat hij te zeggen heeft over jouw leven. En hij plantte daarin een nieuwe plant van hoop dat Zacharias een kindje zou krijgen. En dat rukte weg, dat haalde weg het grote onkruid wat in zijn leven was gaan groeien. Het gaat mij niet meer lukken. Wij vormen geen rol van betekenis. Elisabeth en ik, we krijgen geen kinderen. Gabriel ging dat goede nieuws planten en hij zei, ik kom van de Hoge Koning. Ik heb een missie, een koninklijke missie. En jij en ik hebben vandaag de dag een koninklijke missie. We staan in dienst van de grote koning. Hoe gaaf is dat? Als je dat laat doordringen deze week, dan loop je heel anders door je school, naar je werk. Als je daar bent, dan kom je anders op Teams, op Zoom. Want jij bent een afgezant van de Hoge Koning. Realiseer dat. Dan gaat je leven veranderen. Begint in je hoofd, plant dat, bemest dat. En dat gaat ook in je leven uitwerken.